Tegen 21 oktober hebben jullie dus materiaal nodig voor vulpoeder. En we gaan dit jaar eigenlijk twee soorten vulpoeder maken. Vulpoeder binnenin, dat wil zeggen vulpoeder die geen rand hebben. Bijvoorbeeld die pet. Ja? Doorgeven. Kom ook die doorgeven, ja, goed genoeg. Ja, dat is ook zo nog een voorbeeldje. Dus de overschot gaat naar binnen en dat zit van binnen afgedekt. Het zijn enkele voorbeeldjes, gewoon om te laten zien wat dat kan of niet kan gaan vormen. Natuurlijk, het basismateriaal dat wordt op die houten blokken die je van achter daar op de kast al wel hebt zien staan, opgetrokken met vocht en warmte. Dan komt dat erover, dus van dat vast. Als je dat laat drogen, komt daar die vorm uit. Dus uw model hangt dus af van eigenlijk de vormen die je hebt. Dit is bijvoorbeeld zo een vorm die er afgekomen is en die nog niet afgewerkt is. Dus er staat nog geen droogrijlijntje in of niks. Daar staat geen machine op. Dus zo komt het dan van de mal en dan heeft dat de vorm van de mal. Mag ik zeggen, ja. Als ik bij de vroegere stem stond, de mal van zo. Maar dat is een van Engeland die, hè? Ja, maar daar stond een mal bij de vroeg. Goed vind heeft die om. Ik heb er een. Ik neem hem door. Wat je wel kan doen, dat is dat je rond zo'n soort hoeden ook bond gebruikt. Ja? Dus dat is eigenlijk zo'n hoed waar dat dan bond rondgezet is als versiering. Dat is ook een mogelijkheid. Dat petje, dat is ook een vormpje dat eigenlijk zonder rand is, want dat zit bij in die mal. Maar we hebben zo'n twee mallenkasten vol met zo'n soort mal. Ja. Ik zal voor de nieuwe mensen zelfs wel eens naar de kast gaan. En dan kan je zien wat die vormen zijn. Dat is één soort. Dus oh, zonder rand. Dat gaat er geen erg op. Maar daarnaast hebben we ook hoeden met handgevormde randen. Dus dat wil zeggen dat we het topgedeelte, dus de bal van de hoed, op gaan trekken. En dat we de overschot zelf met de stoom en met de warmte gaan vormen, uittrekken, plooitjes inleggen, in knippen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Van wij dan kunnen? Kan ik dan kunnen? Ja, dat gaan we wel kunnen. Kan dat niet geloven? Terwijl, ik ga gewoon, je moet daar niet blind op staren. Hè. De bedoeling is dat je je eigen creativiteit daarin steekt, je eigen stijl daarin steekt. Er zijn dingen dat je zegt van, oh, dat vind ik lelijk. Maak dat in een andere kleur, kan dat hier niet helemaal anders zijn. Dat wordt dus persoonlijk. Het enige wat we als basis hebben, dat is ons houten mal waar we van vertrekken. De rest, dat kun je er zelf rond creëren. Tof, hè? Nu kan je je mal glad optrekken, maar je kan er ook zelf nog structuur bij gaan voegen. En bijvoorbeeld die plooitjes die hier opgezet zijn, die zaten niet in die houten mal. Dat was gewoon een plat koppeltje, net zoals deze plat was. Alleen zijn daar extra plooien in gemaakt. Een techniek die ik ook ga uitleggen. Ook dat randje is met de hand gevormd, wat bijgeknipt, model ingegeven. Je kan daar ook fantasiekes in gaan doen, zoals hier bijvoorbeeld die gaatjes die daarin geknipt zijn. Die is ook niet af, dus gewoon om te laten tonen wat dat is. Hier deze ook, dat is ook een die nog niet af is, maar daar zie je de hele vorm ook in. En met de handen zien. Gevormde randen. Deze is er ook zo nog eentje. Het is maar dat je een klein beetje een idee hebt. En dan nog een leuke. En er zijn er die dat misschien kennen. Dat is iets wat 20 jaar geleden Elvis Pompilio had in zijn collectie. Dat is eigenlijk niks meer dan een gewoon klos. Ik heb er nu hier nog wat neepjes in gestikt. Maar daar zit een ijzeren ring in van onder. Dat maakt, als je die opzet, dat je die zo kunt dragen, maar dat je ook aan die ring kunt gaan trekken en zetten hoe dat jij dat wilt. Ja? Dus dat is eigenlijk een heel plezant idee, maar dit heeft allemaal zo heel grappige dingen. Daar heb je dus alleen een ring in te stikken en een beetje hier eventueel een vorm in te trekken. Nee, dat is geen beton, dat zijn gewoon metalen ringen, dat ze ook
Oh, in de, ja, zo echt de vaste metalen in groen zijn ze. Ja, ja. Dat vind ik echt gewoon. Met overschotjes kun je dan ook versieringen gaan maken. Bijvoorbeeld die bloem, hè, dat bedoelt kinderen of je zwarte. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Nu, mogelijkheden, creaties, die zijn eigenlijk onbeperkt. En in uw cursus staat van voor een link naar mijn Pinterest-bordje. Kent iedereen Pinterest? Nee. Ja. Ja, diegenen die dat niet kennen, zal ik zelfs even dat tonen apart wat een Pinterest-bord is. En dan ga je daar ook ideeën kunnen op doen. Nu, staan jullie nooit blind op een idee, proberen wij de creativiteit er ook in te steken. Maar je kunt er wel op verder vallen. Ondertussen heb je, denk ik wel, gevoeld, als we daar rond gegaan zijn, dat je heel veel verschillende kwaliteiten gevoeld hebt. Ja? En dat ga ik nu even uitleggen. Je hebt hier verschillende dikte, maar het is doordat het heel stevig is dat je daar zo goed mee kunt gaan doen. Met een gewone staaldraad zou dat niet gaan. Goed. Als je op bord ziet, dan ga je zien dat ik daar eerst gezet heb, dus veel doelen zonder aan handgevormd randen. Je hebt dat ondertussen hier zien passeren, voorbeeldjes ervan. Is dat voor iedereen duidelijk? Ja, ja. Ik ga er heel even een mal bij halen, dat je dat ook kan zien op de mal. Ik heb hier twee vormen van mallen, ja, die tussen die hoeden liggen. Voor de nieuwe. Ik ga het even aan de nieuwe vragen. Welke hoed is gemaakt op deze man? Dat groene kan dacht ik. Nee? Deze? Nee. Die is geel. Die misschien. En deze. Nee. Nee? Nee. Of de deze, zie je die liggen? Ja. Ja, dat is die groene. Dus als we ze hier naast elkaar leggen, dan ga je zien dat dat terug je vorm is. Ja. En dan deze zit er ook tussen. Ja. Oh, die is zwarte. Ja, die is zwarte. Ja. Ja? Ja. En dan zie je heel goed dat je hier je vorm hebt. De overschot van ons klosje zit handgevormd daar rond. Hier, en dat bedoelt dan hoede zonder hand, gaat naar binnen. Dat zie je ook in uw vorm van uw hoed. Dat gaat naar binnen, wordt daar afgeknipt. Ja, dus je overschot valt gewoon weg. Binnenvormen en handgevormde randen. Ik ga die even laten liggen, dat je dat verschil ziet. En zo zijn er 101 ballen. Is dan als binnen ook, hè? Ja, 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 dat is ook binnen moet worden, ja. Dus als je het dan binnen bekijkt, al die hoeden, waar we zeggen binnenvormen of zonder aan, die eindigen allemaal naar binnen en dan zie je het ripslint eigenlijk als laatste staan. Ja? Bij de hoeden met handgevormde randen staat dat ripslint en dan zie je een stuk vilt langs daar en een stuk vilt langs de andere kant van het lint. Ja, dat is het verschil. Goed, maar daar hebben we dus ons stof voor nodig. En zoals we bij ons gestikte hoedjes gewoon stof aan de meter gekocht hebben, hebben we nu als beginvorm oftewel een koop, oftewel een kapelin. Ja? Dus je kunt vilt indelen naar vorm. En dan hebben we een koop, wat een klokvorm is. Of we hebben een kapelin, waar eigenlijk al een deel rand bij zit. Ja? Dit als basisvorm is bedoeld voor grotere randen. Ja? Al dan niet opgetrokken wat je in het tweede jaar doet, of handgemodelleerde. Wanneer dat je met dit vertrekt, waar dat je ziet dat helemaal anders is van vorm, maar als je gaat kijken ook van
groter, een stuk groter. Dit is bedoeld voor alle binnenvormen, dus naar binnen, of kleine randjes. Ja? Op uitzondering van de zwarte die daar ligt, zijn alle hoeden die ik laten doorgaan heb, nee, de zwarte en de rode ook niet, zijn alle hoeden die ik hier heb liggen gemaakt van een koom. Dus alleen je rode en je zwarte is vertrokken van een kapelinvorm. Ja. Dus dat zie je ook op bord daar staan. Dus het eerste de vult naar vorm, klosh of koom, noem ik dat ook, en kapelin. Ja. Dus de klokvorm of de rand erbij aan. Dus wanneer dat je materiaal gaat kopen, is dat al een term die je moet kennen. Ja. Dus jij moet weten, moet ik een koom hebben of moet ik een kapelin hebben? Ja. Dat is iets wat de madame van de groothandel vraagt. Daarnaast, en dat is het volgende, kunnen we dat ook gaan indelen naar kwaliteit. En ik ga dat laten doorgaan en je moet er echt aan voelen. Ja? De twee eerste die ik laat doorgaan, dat is wol. Ja? Dat is de goedkoopste kwaliteit. Dat is kwaliteit gemaakt van schapenwol. Ja? Zijn er twee dezelfde, dus allebei wolven. Dat is... Kost dat begint vanaf 11 euro. Ja? Dus die blauwe die kost 11 euro. Ja? Dat gaat naar gelang of dat daar een printje op zit, een tekening, of dat dat groter of kleiner is, gaat dat naar 25, 30. Ik denk dat dat zo wat de max is van Maar we gaan straks ook even naar de website en dan kunnen we de prijzen zien. Ja. Dat wordt ook een halve meter of zo? Nee, nee, dat is zo in je vorm, zegt hij. Ja, dat is zo in je vorm. Ja. Dus dat is eigenlijk onze start om te beginnen. Ja. Dus dat is niet aan de meter. Dus wat wij normaal bij gestikte hoedjes aan de meter kopen, nu koopt zo'n ding. Nu, als je daar interesse in hebt, ik heb hier een heel mooi werkje eigenlijk. Van gemaakt over eigenlijk het museum in Chazelles-sur-Lyon. Dat is 30 kilometer ten westen van Lyon. En dat is een hoedenmuseum. Vroeger waren daar in de buurt verschillende fabrieken die die vilten maakten en hoeden maakten. Dat is allemaal verloren gegaan, want dat zit nu allemaal in het buitenland. Vilt wordt heel veel, komt heel veel van China, Polen, Tsjechië, een beetje van Amerika soms ook. Maar vooral Polen, Tsjechië en China komen de meeste klosjes nu. Maar als je dat doorlaat, dus dat is het flyerje, dus zie je ook waar dat gelegen is. Dus dat is zo'n oude fabriek dat ze omgebouwd hebben tot een museum. En dan ga je eigenlijk de stappen zien hoe dat er gemaakt wordt. En dan zie je de basis, maar dat is wel van haarvul, die van wol daar hierin zit. Dat wordt gemengd. Dat gaat heel schoon door dat wit en het vuil eruit, dat je een wit pluizig ding overhoudt. En dan gaan ze dat, als je dat goed bekijkt, hier in het midden, of waar staat dat? Hier zie je dat. Een heel grote metalen vorm. Die is drie keren, vier keren zo groot als de vorm dit wordt. Daar wordt heel die materie, dus wol of haar, of een mengeling van wol en haar, er tegen geblazen. Daar komt heet water door. Dan plakt dat aan elkaar. En dan gaan we daarop wrijven, waardoor dat in elkaar klit en dat dat kleiner gaat worden. En het resultaat is dat ze dan zo'n vorm gaan overhouden. Ja? Als je daar straks graag eens door bladert, dan kun je daar eens in kijken. In Lovendigen ben ik ook in een museum geweest en daar lieten ze dat ook zien met een filmpje. En waar heb je in Lokeren? Lokeren, ja. In Lokeren, vroeger, ik heb dat ook heel lang niet geweten, maar Lokeren was de streek waar dat hier ook gemaakt werd. Dus het museum van Lokeren, ja. Aan de konijnen, ik weet niet of je dat rond toen kent met die metalen... konijntjes op een heel gekend punt, daar zit een museum, het museum van Lokeren, en daar kun je dat ook zien. Daar hebben we een paar jaar geleden eens een studieuitstap gedaan, dat eigenlijk helemaal in het kader daarvan ging van vult. Maar dat was heel veel thuisarbeid, waar dat eigenlijk gesorteerd en gemaakt en Heeft dat museum speciaal hoeden op zijn? Nee, dat is gewoon algemeen over Lokeren. Ah, zo. Maar dat is een heel specifiek verwijt aan... De industrie die daar vroeger was. Ah ja, industrie. Ja, dat is wel eens interessant om te zien als je wil. Nu, als je wat googelt op YouTube en zo een klosje maken, vinden ook filmpjes. Ja, dat is goed. Ja.
Zelfs maar wij kopen dus gewoon zo'n basis. Ofwel is die een basis goedkoop, ofwel is die een basis al een stuk met dat. Ja? Kappelin, koon of klosje. Ja? De wolken die zijn een doorgaan. Daarnaast, en die ga ik tegelijkertijd laten doorgaan, hebben we er ook in haarkleur. Ik weet niet dat je nog voelde wat je dat gevoeld hebt bij de wolk. Nu moet je eens aan met deze voelen. Ja. En als je dan ziet bij de haarvilten, kunnen we nog gaan indelen. Die haartjes zijn meestal van konijn, haas, soms bever, maar dat is bijna niet betaalbaar. Heel veel mannenhoeden worden daarin gemaakt, maar dat zijn dan de duurdere hoeden. Maar de meeste is konijn en haas, of een mengeling van de twee. Die zijn anders van structuur. Wol van een schaap, dat kende, dat klinkt zo wat in elkaar precies, dat zijn krulletjes. Een haar is meer recht. Wat dat maakt, dat ze als ze haren gebruiken, daarna die op kunnen gaan opruwen. En dan krijg je drie gradaties. Ofwel heb je waar ze niet opruwen, en dan blijft dat ook glad. En dan lijkt dat op zich hetzelfde als die blauwe, als die wolvil, gewoon glad. Ofwel halen ze er een beetje kortere haren uit. Dan noemen we dat een topé of een velour. Dat is degene die daar in het mouw is. Ofwel halen we met heel goed kwalitatief lange haren en we halen die eruit, dan krijgen we lange haren en dan noemen we een melusine. Het spreekt eigenlijk al voor zich. Hoeveel te schoner en langer die haren eruit komen, hoe de duurder de kwaliteit. Waarom? Omdat ze daar mooiere haren voor nodig hebben. Ja? Dat vinden in de cursus ook samengevat op bladzijde 34. En dat is het vilt op bladzijde 38. Ja, dus je hebt de wolvilt, we hebben de haarvilt. En haarvilt is nog eens ingedeeld naar gelang dat je eigenlijk de structuur hebt. Ja, glad, fluweelachtig, de velour of topé noemen ze dat. En dan de lange haren, de melusine. Ja. Nu bij de melusine. Eigenlijk een haarvilt in het algemeen spreken we al direct van andere prijzen. En dat start rond de 30 euro en meer. Als je straks op de kast eens kijkt, dan staat er zo een met een printje van een beestje. Of zo wat tijgerachtig of luipaardachtig, ik weet niet juist wat dat was dat er stond. Dat zijn al klokken van rond de 50 euro. Ja. Dus hoeveel de schoner van kwaliteit, hetzelfde als met stof. Hoeveel de duurder de stof. Ja, het is juist hetzelfde bij de boeren. Nu het verschil tussen die twee. Ik weet niet of je dat gevoeld hebt terwijl dat daar doorging. Maar dames, ga ik nog eens tegelijkertijd die een bruine laten doorgaan. Ik ga het in deze doen. Dat is een melusine en een gewone wolvilt. Dus dan voelen ze tegelijkertijd. En wie kan mij zeggen wat het verschil is van voelen? Ja. Een haarvilt is veel zachter. En als je ermee beweegt, voel je daar dan ook een verschil? Ja, maar dat geeft het meer mee. Soepelder, ja. Zachter, soepelder. Die heeft de dingen ook, hè. Ja, dat is allemaal haarvilt. Ik heb die haarvilt algemeen. Het verschil van aanvoelen, van vervelende dingen, dat is de structuur. Ik vind dat die maar de soepelheid, wolvilt is veel stugger. Ja. Nu, dat maakt ook bij het bewerken een verschil. Ja. Een haarvilte klosje of kappelin gaat het veel soepelder, veel gemakkelijker kunnen bewerken en vormgeven. Wolvilt is stuwer. Ik zeg niet dat dat moeilijker misschien wel. Hier heb je een rapper resultaat. Wolvilt moet nog meer stoom krijgen om heel soepel te worden. Ja? Nu zeg ik altijd, als uw portemonnee doet dat, maar dat bepaalde zelf, koop dan een wolvilt en een haarvilt, dat je het verschil voelt bij optrekken. Als je zegt, nee, voor eerste hoeden vind ik dat echt te duur, alle respect. Ja? Je bepaalt zelf of je dat doet of niet doet. Ja? Kies wat je wilt. Nu, in principe heb je minimum twee nodig. Ja? We gaan minstens één hoed maken zonder rand en minstens één hoed met handgevormde rand. Ja. Uit ondervinding weet ik, als ze beginnen, dat ze meestal al
de eerste sessie dat we eraan werken, 2 hoeden maken. En in januari doen we dat nog eens een keer. En dan zijn ze ook meestal nog eens dat ze daar 1 of 2 hoeden maken. Ik laat de 2 onderwerpen door elkaar gaan, dus zowel de zonderhand als handgevormde, om meer kans te hebben bij de mallen. Want als we met z'n allen dat petje willen gaan maken, ja, dan zit het vast. Vandaar dat ik laat door elkaar lopen, maar we gaan nu eind oktober, november daarmee van slag en dan, ik geloof, januari ook nog eens. Jij mag de vroeg, ik heb de afspraak gemaakt, dat jij daar ter plaatse kunt komen kijken. Ik weet niet, jij had de artikel, hè? Jij kende het. Ik zal het zelfs hier ook leggen als je dat wilt lezen. Dat is de madame van de vroeg. We hebben het geluk dat de groothandel hier in Deurne zit, aan het Rivierenhof. Ter Rivierenlaan 12, vlakbij eigenlijk. Normaal gaan we daar, en geeft zij een hele uitleg, maar als je een beetje verder ziet, dan gaat een beetje een foto zien. Denk nu niet dat je in, ik weet niet waar, grote zaakje binnenkomt. Veel groter dan het lokaal is dat niet. Maar ik wil wel zeggen, in die glazen kasten achter de toonbank, hè, dus dat is de toonbank, hier de glazen kasten, daar zitten de duurdere kwaliteiten. Daar gaat die haarvullen te vinden. Ja. Achter waar dat ik hier sta, zijn schabben. En ik dacht dat er ook iets van was, hier een stukje van het schap. Daar zitten meestal de wolvulpen. Ja. De goede koperen. De goede koperen. Ja. Dus houd daar rekening mee. Als je vraagt bij haar wat kost dat, dan zal zij meestal de prijs zeggen zonder btw. Er komt 21% btw bij. Het is een groothandel, vandaar dat die spreekt zonder btw. Ja? Okay. Maar je betaalt 21% btw. Goed, en dan is er binnen die haarvulten nog een soort dat zij verkoopt. En dat is deze. Daar is niks mee gebeurd. Ik ga die ook doorgeven. Dat is een kwaliteit. En wie kan mij zeggen wat dat is van kwaliteit? Is dat wolvult of is dat haarvult? Dat hangt er ook misschien mee. Ik zal het even. Gaan we even dat. Gaan we even dat niet vervangen. Ja. Ja, dat is een haarvult. En toch voelt je het heel anders aan dan de deze. Ja. Ja, er is niks meer gebeurd, dat is zo gekocht. Dat is de Borsalino kwaliteit, noemt zij. Dat is eigenlijk bedoeld voor mannenhoeden. Maar je kunt er evengoed vrouwenhoeden in maken. Maar die kwaliteit is veel harder nog in elkaar gevuld. Waardoor dat hij al stug is, dat hij al vorm heeft. En dat hij beter tegen de regen kan. Ja? Dus daar kun je mee in de regen lopen. Al deze hoeden is niet echt bedoeld om mee in de regen te lopen. Denk maar aan onze jongetjes met alle plastieke zakjes. Dat heeft een reden waarom dat die plastic zakjes over hun hoeden trekken. Ja? Maar die kwaliteit kan daar wel beter tegen. Ik zeg niet tegen een plensbui, maar is een klein beetje vocht, kan geen kwaad. Nu, op een wolvult en is een klein beetje regen, kan ook geen kwaad. Dat blijft ook zijn vorm houden. Nog één heel groot voordeel van vilt is dat wanneer ik nu zeg van wat, ik heb dat nu al 5 jaar gedragen, ik ben dat modelletje wel beu. Je haalt daar alles af. Wat niet weggeknipt is, kan ik gewoon een andere vorming geven. Dus als ik nu zeg van ik wil van deze een deuk moet maken, ga ik dat terugstomen en ik begin helemaal terug opnieuw. Ja, dat is iets dat mij vilt kan. De vorm, blijft die er even goed in? Ja, dat blijft er even goed in. Ja. Die vorm die erin blijft, dat hangt er vanaf hoe goed dat jij hem opgetrokken hebt. Mm-hmm. Maar dat hangt er ook vanaf hoe goed dat jij geapprêteerd hebt. Ja? Nu, te hard apprêteren krijg je heel hard. Dat voelde hier dan je rode. In mijn ogen is die te hard geapprêteerd. Maar dat is een beetje goesting. Sommige mensen hebben dat liever, anderen hebben dat minder graag. Ik hou niet van hoeden die echt keihard zijn. Natuurlijk, als je een hoed met respect behandelt, kan dat wel tegen een stootje. Want deze heb ik al heel veel gedragen en daar zie je eigenlijk niet echt dat dat vervormt. De après is feutre après. Dat is ook wat wij gebruikt hebben, dat eerste bloemen. Ja, hebben we dat ook gebruikt. Dan ga ik straks een blad voor laten doorgaan. Ofwel koopt hij dat bij de vrooi, want zij verkoopt dat ook. De après op
methanolbasis, maar dat wordt geleverd door een cursist van ons, Carina, verdeelt dat eigenlijk voor Europa. En ik heb de deal met Carina dat ze hier altijd een doos zet, dus dat er altijd zo après in de klas is. Dat kost 16,50 euro per liter hier in de klas. Bij de vroeg is het iets duurder, ik weet niet juist, want ik heb het gezien in de week. Maar dat is iets duurder. Ja. Als je het hier wilt, omdat ik altijd maximum 6 flessen hier heb staan, wil ik dat je ook bij op je lijst zet als je het via de klas wilt kopen. Ja? Maar dan ga ik een blad voor laten doorgaan. Dus dat hebben we ook nodig. We hebben nog iets nodig, en dat moet je wel van de groothandel ook meebrengen, dat is een baleien. Iedereen kent baleien van hele dingen? Ja. Ja? Ofwel breng je dat daar mee, ofwel als je dat ergens hebt liggen thuis, ik weet niet, of bij iets waar je dat kunt. De bedoeling is dat om dat de vilt van onze mal te steken. Dus dan gaan we onder de vorm om het er kunnen af te halen. Dat is niet of wel? Jawel, die verkopen dat terug. Ik heb dat teruggevonden. Ah, ja. Bij de vloeide? Bij de vloeide. Ja. Een baleien. Wat hebben we dan nog nodig? We hebben ook lintjes nodig om vast te zetten. En ik ga er even die door laten gaan. Een katoenen wit lint. Dat verkopen ze niet bij de vrooi, maar gewoon naaibenodigdheden. Gewoon katoenen wit lint van ongeveer een centimeter breed. Ik ga het even laten doorgaan. Dat is bijvoorbeeld zo eentje. Dat is een andere kwaliteit. Ik ga dat er ook maar even in doorgaan. De bedoeling is dat we die lintjes er rond trekken en dat we die gaan vastpinnen om de vorm te houden. Wanneer dat je stoopt, gaat dat terug naar boven komen en gaat dat lossen. Ja? Dus vandaar dat we dat moeten vastpinnen. Op platte stukken doen we dat met lintjes. Op diepe gleufjes, zoals bijvoorbeeld bij die groene. Doen we dat met deze. Ja. Doen we dat met draadjes, ronde draadjes of een wasstok. Dus in de smalle dienstjes gebruiken we geen lintjes, maar dan gebruiken we dunne, ronde, ofwel soort wasdraad, maar liefst dan in het wit, ofwel een dun touw. Ja? In de dingen, dat koopt dat ofwel in de Nubo of zoiets, verkopen ze dat of een Gamma of zo, daar vind je dat. Probeer dat zelf bij te hebben. In die mand daar in de kast ligt altijd wel wat. Maar ik garandeer niet dat dat proper is wat dat daarin ligt. Ja? Dus zorg dat je je eigen materiaal hebt. Daarnaast heb je dan ook nog pinnen nodig om dat vast te zetten. En we hebben twee soorten pinnetjes nodig. Voor platte dingen. Duimstijgers met een lang stuk. Die zijn in de klas hier te koop. Of je koopt een heel doos bij de vloei, maar dat is 1000 stuks. Dus dat is daarom dat ik zelf altijd een doos koop en dan verdeel ik ze eronder. 50 stuks kost 3 euro. Als je dat wilt, schrijven we dat ook op dat bladzijde. Ja. En dan de smalle pinnetjes. Het lijkt een pinnetje van een prikbord, maar het is het niet. Ja. Extra lang en extra dun. En dat is heel goed. Ja. Die zijn ook per 100 stuks in de klas te koop. Voor 4 euro. Als je dat wilt, schrijven we dat ook bij op het blad. Andere pinnen dan deze wil ik niet in de mallen van de school zien. Ja? We hebben in het verleden een hele stomme dingen gedaan dat verkeerd geleverd is eigenlijk. En de mallen zijn er serieus toen van Enklooi, die geelpinnen. Dat zijn de mallen echt serieus. En dan ben ik die pinnen gaan vergelijken en die pin is gewoon 3 keer zo dik als deze. Ja? Ik ga er zo even 2 door laten gaan, dan kunnen we dat zien. Dus pinnetjes, lintjes, minstens 2 konen of kapelinnen. Après. Heel belangrijk, mag ik het mag zeggen? Ik ga alleen bij de broei. Ja, 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 daar kom ik zelfs nog. Het zijn nog niet een dag verder. Nee, maar kijk, ja, ja, nee. Ik heb hier alles goed. Nu. Bij de vilt ga ik nog één laten zien.
een haarvulp. Wie kan zeggen wat dat is van haarvulp, als je hem zo ziet? Kunnen jullie dat zien? Welke kwaliteit is dat, een gladde, een topé velour of een meluzin? Wat denken jullie dat dat is? Een topé. Ja, een topé, dus de velour. Ja? Dus dat heeft een fluwelen uiterlijk. Laat maar eens even doorgaan. En als je die langs binnen ook bekijkt, Daniel, bekijk eens langs binnen, ja, dan zie je dat dat... Draait hem eens op, averechts. Draait hem eens averechts op. Allee, wel niet. Ja, helemaal. Helemaal. Dat. Datzelfde model is al van. Ja, ja, de vorm blijft hetzelfde. Maar, ja, maar zie je iets van de structuur? Ja. Je ziet het zelfs van kleur. Ja, kleur. Ja. Het onderste stuk, dus dat stuk dat eigenlijk bedoeld is als rand, is ook opgeruwd. Daar is dat ook een fluweelkant. Het bovenste gedeelte is glad, die is niet opgeruwd. Ja? Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk een vorm hebben die dubbele fasch is. Nog een categorie duurder. Als ik dan deze omdraai, wat ook een topé of fluweel was, is dat niet. Dat is gewoon glad. Langs hier, langs de buitenkant, is die geruwd tot fluweel. Zie je? En dan heb je altijd een kleurverschil. Ja? Dus ene die niet dubbele vast is, dus waar dat onderste stuk niet opgeruwd is, is goedkoper dan als een dubbele vast. Dus zo'n dubbele vast koopt je eigenlijk alleen wanneer dat je zegt, ik ga nu mijn rand naar boven. Ja. Bijvoorbeeld als ik bij dit model ga, dan heb ik hier de goede kant. Die goede kant loopt hier voort. Hè? Mm-hmm. Als ik dat omdraai, heb ik er hier ook een. Dus die print is ook dubbele vast. Mm-hmm. Dus als ik dat even omdraai, dan ga je zien. Hè? Op dat bovenste stuk staat die print niet op, maar het onderste stuk van die cloche stond dat ook wel op. Nu, je kan evengoed ook met goede die naar boven gaan, de randen. Zeggen van nee, ik koop zo'n dure dubbele vaas niet. Want ik vind dat wel leuk dat je dat verschil van kleur of van structuur ziet. Ja? Het is niet dat je dat niet kunt. Het kan wel. Ja? Maar wanneer dat je echt zo'n dure dubbele vaas koopt, dan is het heel zonde dat je die eigenlijk bij wijze van spreken gaat maken zoals deze met de rand schuin naar beneden. Want daar gaat er niks van zien. Ja? Ja. Zijn er tot hiertoe vragen? Of is dat duidelijk? Ik weet dat het heel veel informatie in één keer. Laat dat stilletjes bezinken. Misschien is het handig dat je zelfs die structuur eens overschrijft die op bord staat. Dan heb je een heel mooi overzicht. Dat zit in de cursus ook wel er een beetje bij in verweven. Ja? Bij roodvuld is hetzelfde langs twee kanten. Dus ja, roodvuld is altijd hetzelfde. Dat is niets. Wanneer is het verschillend? Dat kan alleen bij haarvulten zijn. Ja. Wanneer hem opgeruwd is. Ja? Dus als ik die haarvul pak glad, dan gaat hij langs hier ook glad zijn. Ja? Alhoewel, uw vraag is nog niet zo dom. We gaan wel een verschil zien waar rechts en waar averechts is. En dat zie je meestal hier. Ja? Dat het iets anders is, maar als we dan ons filter hebben, dan gaan we dat wel eens naast elkaar kijken. Dan zie je al die verschillende soorten. Maar er is effectief wel de goede kant en de slechte kant. Ja? Oké. Okay. Nog vragen? Nee? Dan moeten we nog één ding hebben. En dat is de afwerking. Als je ziet... Wacht, van in deze pakken, dat zijn twee kleuren. Dan zie je dat even. Zie je dat daar ook nog een lint tussen zit? Dat noemen we entreelint of ritslint. Ja? Ik ga dat even laten doorgaan. Dat is een lint, dat heeft twee functies. De eerste functie is dat dat de maat van onze hoed houdt. Want als ik dat er niet in ga zetten en jij gaat een goede stevige wandeling doen met je hoed, dan gaat je hoofd warm zijn. Je gaat misschien zweten. En wat hebben we gebruikt? Vocht en warmte om een man in model te krijgen. Dus die gaat terug uit model komen als jij heel hard zweet en het heel warm krijgt. Ja? Dus die gaat uittrekken. Vandaar dat dat lint erin staat. Een tweede functie van dat lint is ook om de hoed proper te houden. Ja? Daar heb je verschillende kwaliteiten in. Het lintje dat doorgaat is een katoenen. Die kun je ook kopen bij de vrooi.
dat is een goede kwaliteit, die kunnen we rondstrijken, waardoor dat dan heel schoon komt in uw hoed zitten. Je hebt ook een synthetische versie, die verkopen ze overal, ook in naaibenodigdheden, maar die kan je niet rondstrijken. Als je er deze ziet, dan zie je dat er rusjes aan zitten aan de rand, kunnen heel schoon in naaien. Dus per hoed heb je ook nog een entree nodig. Die entree kan ofwel in een totaal andere kleur zijn, of die kan in een kleur zijn, hè? Hier bijvoorbeeld bruin bij bruin. Dat kies je zelf. Ik heb ooit een cursist gehad die een handelsmerk daarvan maakte. Dat was altijd een knalgeel lint in elke hoed. Of dat dat nu een zwarte hoed was, of een gele of een rode, daar stond altijd dezelfde kleur van lint in. Ja? Normaal gezien wordt dat aangepast hierna. Als jij bij de groothandel vraagt een entree lint, voor de binnenkant, dan gaat zij altijd deze breedte geven. Ja? Nummer 5. Nu, die nummers dat ze geven aan lint, dat is eigenlijk dubbel van wat het in centimeters ongeveer is. Als ik dat ga meten, is dat 2,5, dus dat is lint nummer 5. Dat bestaat ook in bredere versies. Bijvoorbeeld hier. Hetzelfde, breder. Dat kan ook gebruikt worden als versiering rond de hoed. Maar van binnen in de hoed staat altijd deze breedte. Ja? Dus dat moet je ook minstens hebben voor elke hoed. Zij gaat dan altijd 60 centimeter geven, omdat dat de doorsnee afmeting is van een hoofd. Als je nu zelf weet, ik heb een heel groot hoofd, moet je dat zeggen, want dan gaat zij 65 geven. Ja, dus dat is zo standaard. Als je dat ooit zegt van, ik wil een paar meters, want ik pak zwart en ik pak een paar meters, pak dan altijd een veelvoud van 60. Ja, dan kun je dat meestal alles goed van benutten. Ja? Voor de rest kun je gaan versieren met pareltjes of pluimpjes of weet ik wat. Zoiets verkoopt zij ook nu, pareltjes, niet maar pluimpjes en zo, en voiletjes en zo, dat verkoopt zij ook. Maar pas er altijd mee op met de prijs, vraag eerst de prijs, want pluimen is niet goedkoop. Ja, als je dat wilt. Ja? En voor de rest is het gewoon een kwestie van je fantasie bezig te zijn. Bij mij groeit dat terwijl ik hier bezig ben. Als ik zo'n hoed aan het maken ben, ik heb nooit het idee van dat ga ik worden. Ik ben bezig en dan zal ik wel zien waar ik uitkom. Maar dat is het verschil van werken. De ene zegt, ik moet afgeleid hebben wat ik ga maken. Of ik ga iets proberen knal achterna te maken. Daar hou ik eigenlijk niet zo echt van, dan echt puur achterna maken. Maar je kunt daar zelf een beetje je eigen inbreng brengen. En dat zou ik ook graag hebben, dat je je eigen stijl zo'n beetje ontwikkelt. Ga niet geforceerd iets heel extreem maken als dat niet uw ligt. Als jij eerder de klassieke type bent, dan blijven wij het klassieke. Zijn jij helemaal geen klassieke, ja, ga dan ook geen klassieke hoed maken. Probeer er dan uw ding in te leggen. Ja? Voor de mensen die de vroeg helemaal niet kennen en die stukken niet, allez, of die materiaal niet kennen, ga ik hier in klein groepjes de website even laten zien. Je hebt de mogelijkheid, hè, die vraag is gesteld, jullie zijn welkom. Maar zij is maar open op maandag en dinsdag van 10 tot 4. Soms is ze op zaterdag open. Maar dat kan je zien op de website. Dat is heel af en toe. Maar de rest van de andere dagen kan je op afspraak gaan. Dus als dat niet lukt op die momenten, kan je ook een afspraak maken. Maar je kan geen afspraak vandaag maken om morgen te gaan. Ja? Dus er moet wel wat tijd. Vandaar dat ik ook nu die uitleg doe. Dan heb je tijd tot 29 oktober om je materiaal bijeen te zoeken. Ja, dus tegen 29 oktober zou je minstens het materiaal voor één hoed moeten hebben. Duidelijk? Yes. Ja? Goed. Ondertussen, degenen die kunnen, mogen verder doen met hun gestikte hoedjes. De rest van de les besteden we daarna. En voor de anderen ga ik hier in stapjes de website even laten zien. Mag ik eerst iets vragen? Ja. Voor die voering hierin te doen. Ja. Dat is wel een beetje. Ik heb dat